FC Kip. Het is iedereen zijn jeugd. Iedereen praat erover. En zelfs bij de opening was het gigantisch druk. Maar de vraag eigenlijk is het eigenlijk wel zo lekker? Vandaag gaan we er samen achterkomen. Yes mensen, vandaag zijn we in het welbekende Rotterdam, maar ik ben hier met... AP man! Hoi, hoi, hoi mensen, we zijn hier in Rotterdam. We gaan FC Kip uitproberen in Rotterdam. Dat kan natuurlijk niet zonder AP. Maar AP, ik ben benieuwd of de hype wel waard is. Nee, natuurlijk is het wel waard, man. Tuurlijk ja? Man, we zijn in Rotterdam. Hey, wat denk je nou man? Hij praat veel. Ik zeg je eerlijk, jullie hebben gezien hoe druk het is. We gaan gewoon gelijk naartoe bewegen en dan zeggen we het laten we. Gaan man! Ik zeg je eerlijk, Rotterdam is echt jouw stad, zie ik. Zeker man, prachtige stad man. Ik word er bijna emotioneel van als wow. Ik... Denk je dat je de president bent? Die president maar... Kleine Dossie! Kleine Dossie dan! Hey, 2023, hij klakt nog steeds hè! Hey! Nog steeds! Hey, er gaan geruchten rond. AP was een van die jongens die in de rij stond in plaats van stemmen. En ik heb ook niet gestemd natuurlijk, want ja, ik had honger man. Ik moest hij liegt man. Je weet, FC Kip is hier toch? Ja. Is het de hype waard, denk je? Ja, jawel. Ja? Dingen zijn wel lekker, maar sommige zijn wel wat minder. Ja? Maar het is, ik vind het wel lekker. Heb je gegeten daar? Ik heb gegeten. Is het duur? Ja. Als iets bij jullie is opgevallen, laat het weten in de comments. Als jou iets opvalt nu op dit moment bij mij, reageer hier in de video. Wat is er opgevallen? Precies! Nieuwe kapsel. Ben je met? Nana. En met? River. Oké, dames. We gaan even FC Kip uitproberen. Uh-huh. Hebben jullie daar al gegeten? Nee, we wouden net heen gaan. Oh! Oh! Oké, kom met ons mee. Kom met ons mee, man. Oké, maar we hebben een vraagje. Ja? Denken jullie dat het de hype waard is? Ik denk het niet, sorry. Nee? Je denkt het niet? Ik zag wel op mensen een verhaal al dat het... Weet je, het heel druk en dat het wel een beetje overrated is. En een beetje duur ook. Duur? Ja. Wat? Ik naar die prijzen gekeken. Maar zeg maar, wat is voor jullie duur? €8 voor een kip, nee, ik heb wel duur. Stel je voor dat je nu daar aankomt en je ziet voor een menu moet je bijna €20 betalen. Blijf je daar of ga je weg? Weg. Weg? Ja. Je gaat weg. Het is wel eerlijk. AP, ja. We zijn bijna aangekomen. Bijna. Maar kijk even hoe druk het is. Jongen man. Hey, ik krijg spontaan geen honger meer, man. Wat zei je? Ik krijg spontaan geen honger meer. Ik ben naar huis. Ik heb al thuis gegeten, man. Ik zeg eerlijk, het is druk. Er staat een lange rij, mensen. We gaan achteraan moeten. Nee, ik ken een mannetje binnenkomen. Ik zeg je eerlijk, mensen. Het regent. Het is koud. We staan in een lange rij. Als die kip niet lekker is. Zo, nou dan breng ik een klompje. AP, we komen steeds dichterbij. Hey, we zijn er bijna. We hebben lang gewacht. Zeker. Maar we gaan beloond worden. Ik hoop het. Mensen thuis, laat in de comments weten of jullie denken dat het waard is om hier in de lange rij te wachten op FC Kip. Ik zeg je eerlijk, we hebben lang gewacht. Het heeft geregend. Hey. We hebben gedoucht. Het heeft gehageld ook, hè? Maar we gaan het zien. Er staat ook een serieuze beveiliger. Hey, AP. Hij lijkt een murder turk. €50 en je legt hem om. 50. Nee. Nieuw. Heel mijn weekend is weg van €50. Ai, AP, we zijn aangekomen, man. Eindelijk, man. FC Kipito. Ik zeg je eerlijk, we hebben lang gewacht. Nu gaan we kijken of het de hype echt waard is. Ik hoop het, man. Laten we naar binnen gaan. Hey, laten we gaan, man. We zijn in ieder geval mensen zijn aangekomen. Ik zeg je eerlijk, dat ziet er wel fris uit van binnen, man. Hij blijft gewoon vasthaken. Maar hey, had je niet vroeger altijd dat je dacht van, waar is dit nou die echte FC Kip? Ja, en we zijn er. We hebben het laten lukken. Onze droom is uitgekomen. Wauw, man. Onze droom is uitgekomen. Zie je mensen? Ja, mensen. Geloof in jezelf, te alle tijden. Alles is mogelijk. Jongen. Echt niet. Ja. Dat is echt waar. Het is echt waar. Hij bleef vasthaken in die glijbaan. Dat is echt waar. Hij bleef gewoon vasthaken.
De opstelling, mensen. Geloof me, een hele vervelende vandaag. Want geloof me, een FC Burger Deluxe. Die hebben we natuurlijk op Bolshoek. Ja? En twee van de Sar. Hé, je kent het wel. Oké. Nou, kijk eens even. Een FC Chicken Wings op 6 zo. Ja? Dat is een Piet Veldhuizen. Ken je hem nog? Oké. Hé. Een FC Chicken Wings op 3 zo. Ja? Dat is een Jaap Stammy. Huh? Lekker klassiek en hard. Lekker zo. Oké. Dan hebben we een FC Chicken Burger zo. Ja, op het middenveld. Want deze keer zweven zo. Ja? Deze wil ik op 10. Dus wie is dit dan? Huh? Op 10? Het is een moeilijke. Een hele lastige. Hey, weet je wat? Theo Jansen, man. Hey, Theo Jansen met Theo Jansen op 10? Ja, tuurlijk, man. Laten we gaan. Oké. Een FC Spicy. Die hadden we net al gezegd zo. Louis Suarez. Hey, zo. Een swabbe, man. Wat denk je nou, man? Hey. Oké. En een FC Kirsby Fries. Medium. Ja, dat is gewoon een trainer. Martin Jol. Is een Ajax tijden. Hey. Hey. Allerbeste tijd. En welke club is de beste van Nederland? Ajax Amsterdam. Nee, Ajax Amsterdam. Okay. Yes, mensen, we hebben inmiddels al onze eten uiteindelijk gekregen. Ik heb hier de FC Burger Deluxe. Wat heb jij? Een hele pittige. FC Spicy. Oei. Ik zeg je eerlijk, mensen, ik ben benieuwd. Het ruikt lekker. Oké, maak het even open om te kijken hoe het eruit ziet. Zo. Mijn heeft wel een sluiting gekregen, man. Wat is dit nou? Die van mij zit er. Ik ben benieuwd. Oké. Laten we even een hap nemen. Oké. Tegelijkertijd? Tegelijkertijd, oké. Lekker romantisch, hè. En dan eerlijke mening, oké? Oké. 3, 2, 1. Hij smaakt wel lekker. Is hij van jou spicy? Ja, maar kijk, maar zo'n Suriname, dus ja. Dat staat niet spicy voor me, maar... Het is te doen. Hij is lekker, man. Ik zeg je eerlijk, die van mij smaakt ook wel lekker, man. Goed doorgebakken ook. Ja, heerlijk. 8,5 uit 10. Een 8. Een 8. Ik ben echt benieuwd hoe die chips smaakt. Laat me zo zeggen, voor streetfood? Een 8, man. Ja, man. Oké, wacht. Laten we naar die friet gaan. Oké. Ik zeg je eerlijk, die friet ziet er echt lekker smakelijk uit. Crispy. Even proeven. Nee, de echte proevers pakken met 3, hè. Oké. Nee, ik pak 3. Oké, die mag een patatje voor je zo. Die guy pakt gelijk 5 zo. Oké, ready? Ja. Oké. Ja. Weet je wat gelijk bovenuit steekt? Die mayo, man. Hij is eng. Ja. Die mayo is eng. En die mayo is lekker, man. Friet is ook lekker, man. Die friet is lekker en die mayo is lekker. Is het eerlijk? Dit is zeg maar die fastfoodketen die Nederland denk ik wel nodig had. Denk het ook, man. Want we hadden elke keer McDonald's al en zo. Ja, maar dat is een beetje geen... Oké, mensen. We hebben de burgers getest. De burgers smaakten lekker. Maar we zijn niet maar voor één ding gekomen. En dat is de... De kip natuurlijk, joh. Ik ben benieuwd, oké. 3, 2, 1. Ja, man. Ja. Zeker, man. FC Kip, man. Ja, man. Geslaagd bij mij. Ja, man. Want als ik zeg je eerlijk, als ik echt een goede kip eet zo, dan proef ik het gelijk. En deze, ja, man. Kwalitatief, heel sterk. Ja, man. Wat zeg jij? Die kip smaakt lekker, man. Maar ik ben verbaasd. Ik ook. Omdat er gewoon... Je proeft die smaak gelijk goed. Mm-hmm. Lekker maals. Je komt gelijk bij de verdediging. Mensen thuis, jullie mogen ook een hapje nemen. Pak even met je handen. Is abonneren. Oké. Okay. Ben je geabonneerd? Oké, nu mag je eentje pakken. Oké, eet smakelijk. Dit is de eerste keer dat ik naar ergens toe ben gegaan en het is geslaagd. Het is vaak bij mij gefaald. Ja? Met John ging ik naar de... Probeerden we de spicy food. De meest spicy food van een restaurant. Het was gefaald. Ja. Waarom? Het was niet spicy. En met Paul gingen we naar... Oh ja, vies eetpack. Dat was wel gefaald. Mm. Maar ik zeg eerlijk. FC Kip is het wachten waard. Mensen, ik geef het een...
8,5 uit 10. 8,5 uit 10. Ik zeg eerlijk, super lekker. Een aanrader. Laat in de comments weten naar welke stad ik nog meer moet komen om eten uit te proberen. Met wie was ik hier? Ik was hier met... Ja, prima. Wat denk je nou, man? Hey. FC Kip geslaagd. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Want je moet wel abonneren als je bij de Kippenkang hoort. En we sluiten hem af met een... Hey, laat hem gaan! Nee. We sluiten hem af met een... Oh ja. Met een... We sluiten hem af met een...